Oké, hoe kunt u dit grafiek makkelijk uw eigen maken? Allereerst selecteer het grafiek wat u wilt hebben. Dat kan zijn het weekoverzicht of het jaaroverzicht. In dit geval pakken wij het weekoverzicht. Dan drukt u op Ctrl-X om het gebied te knippen. Let op, knippen, niet kopiëren. U gaat naar uw eigen werkboek toe. Ik heb hier even een werkboekje aangemaakt. En selecteer waar u het grafiek wilt hebben. En dan klikt u op Ctrl-V op uw toetsenbord voor te plakken. En voilà, daar staat het grafiek. U ziet dat er bepaalde dingen iets anders zijn. Bijvoorbeeld heb ik de volledige dagen benoemd in de plaats van de afkortingen. En ik heb andere getallen natuurlijk. Het kan ook zijn dat ik het grafiek wat kleuren betreft niet zo mooi vind. Dus dat kan ik nog aanpassen. Ik verander eerst de opmaak van de symbooltjes hiernaast. Bijvoorbeeld geef ik het een andere kleur. Ik wil het bijvoorbeeld groen hebben. Dan moet ik natuurlijk ook de kleur van de maximale waarde veranderen. Want u ziet dat de maximale waarde lichter is als de rest. En de minimale waarde is donkerder als de rest. Dat is dus een soort voorwaardelijke opmaak in het grafiek. Dat kent Excel niet, maar in dit grafiek zit dat wel. Ja, ik verander de maximale kleur even naar wat lichter groen. En de minimale kleur naar wat donkerder groen. Dan ga ik naar het grafiek toe. En in het grafiek ga ik naar de gegevensreeks. Ik haal even alle max- en min-series weg. Dan zie ik ook gelijk dat de voorwaardelijke opmaak weg is. Dus dit is de normale grafiek. Ik selecteer het vakje bij normaal. Ik druk op Ctrl-C om te kopiëren. Ik selecteer de koppen van de grafiek. Pas op, de koppen, niet de labels. Dit zijn de koppen. En ik druk op Ctrl-V. En u ziet dat de kleur is aangepast. Nou, moet ik ook nog even de kleur van de onderkant van de kolommen aanpassen. Dus die selecteer ik weer. Dan ga ik weer even naar de kleuren toe en die maak ik gelijk aan de koppen. Nou lijkt het alsof ik klaar ben, maar ik moet de max- en de minwaardes ook nog doen. Dus dan ga ik weer naar de gegevens selecteren. Ik haal de normale gegevens even weg en selecteer alleen de maxwaardes. Huppatee, dat is de maxkolom. Doen we hetzelfde trucje. Ik kopieer dit symbooltje. Ik ga naar de kop toe en ik plak. Ik maak de kolom weer dezelfde kleur als de kop. En dat is geregeld. Moet ik alleen de minwaarde nog doen? Doen we op dezelfde manier. Gegevens selecteren. Ik wil even de maxwaardes niet tonen en de minwaardes wel. Ik kopieer het symbooltje en ik maak de kleur van de kolom weer gelijk aan de kop. Nou, dat is gelukt. Dan wil ik alle gegevens weer tonen. Dus ik ga naar gegevens selecteren en ik zeg laat alles maar weer zien. En huppatee, daar staat hij. De maximale waarde in de lichte kleur en de donkere kleur voor de minimale waarde. Stel nu dat ik die voorwaardelijke opmaak niet wil gebruiken, kan ik in mijn tabel gewoon de gegevens wissen. En u ziet, ik heb nog een gewone normale opmaak. Ik druk even op Ctrl-Z, oftewel undo, om de gegevens weer terug te krijgen. Nou, dan moet ik nog even de cel verwijzen naar mijn eigen cellen. Dus in dit geval zeg ik, is zondag, let op, want deze week begint met maandag, terwijl ik hem hier op zondag had staan. Dus is de
cel van zondag. Deze is de cel van maandag. Deze is de cel van dinsdag. Enzovoort. Nou, en mijn grafiekje is aangepast en werkt goed. Wil ik natuurlijk nog wel eventjes de rest verbergen. Bijvoorbeeld al die brongegevens vind ik oninteressant. Dus dan maak ik de achtergrondkleur wit en het lettertype wit om het te verbergen. Ik zeg ook geen randen. Ik pak mijn grafiekje en sleep die over mijn brondata heen. Zodat ik nooit per ongeluk de brondata zal verwijderen. Zo netjes om eventjes de symbooltjes nog eventjes te deleten. Die gebruik ik immers toch niet meer. En ik heb mijn eigen weekoverzicht. Die het gewoon doet. Kijk. Leuk, hè?